Welkom bij een nieuwe Sloegentender video van vrijdagmiddag. Deze week ga ik u wat vertellen over de Zee 21. Dat is eigenlijk het kleine boertje van de Zee 26. Die boot die kennen jullie al. En de Zee 21, ja, die zit in een wat kleiner jasje, maar is super mooi. Deze keer beginnen we niet bovenaan in de boot, maar aan de onderkant. Want de onderkant van de boot is heel belangrijk voor de vaareigenschappen van een boot. Deze onderkant laat zien dat hij vrij vlak is en dat is de onderkant die een hoop tenders hebben. Nou, een vlakke onderkant zorgt er eigenlijk voor dat een boot boven zijn romsnelheid kan komen. En een romsnelheid is eigenlijk een snelheid waarbij de boot een beetje uit het water gaat komen, waardoor hij meer vaart kan maken omdat hij minder waterweerstand heeft. Omdat deze boot ook een kiel heeft, zorgt hij ervoor dat hij goede vaareigenschappen heeft. De boot blijft koersvast varen. Wat erg belangrijk is voor de snelheid van de boot is de propeller. Heel veel mensen denken dat het alleen met de motor te maken heeft, maar eigenlijk is een propeller ook heel belangrijk. Ze zeggen ook wel eens dat de rij-eigenschappen van de auto bepaald worden door de banden. Nou, dat is bij boten ook een beetje zo, want de propeller heeft heel veel invloed. Nou is het bijvoorbeeld belangrijk de grootte van de propeller, want hoe groter die is, hoe meer kracht die kan zetten. Maar ook de hoek van de bladen, want hoe scherper die hoek is, hoe meer die eigenlijk in het water bijt. Maar hij moet ook weer niet te hard bijten, want anders kan de motor weer niet aan zijn toerental komen. En dat is belangrijk, omdat daar vermogen zit. Verder zien we hier bij de propeller ook een stuk metaal erachter zitten, dat is een anode. En een anode zorgt er eigenlijk voor dat de elektrische lading in het water niet de propeller kan aantasten en de schroefas. Dus het is altijd belangrijk om deze goed in de gaten te houden. Het is erg gemakkelijk om op een zeetender te komen, want ze hebben een enorm groot zwemplateau. Nou, als je helemaal op dat zwemplateau bent, dan kun je over de rugleuning heen stappen. Maar omdat je vaak schoenen aan hebt en het dus niet fijn is om op de kussens te staan, zit in de kussens een mooie uitsparing. Wat Zee heel erg kenmerkt is dat de boten standaard wel heel erg compleet zijn. Zo beschikt de boot standaard over 8 mm dik tiek. Heeft hij een hele complete dikke kussenset en die zit enorm lekker. En er zitten standaard best heel wat opties op. Zo is de boot onder andere uitgerust met een kussen op de motorkist. Als je die weghaalt, dan heb je gelijk een mooi tafelblad wat zich centraal aan de boot bevindt. Ook heeft de boot rondom vendehouders en die zijn mooi uitschuifbaar. En voorzien van een hoeklijntje zodat het de rand van de boot niet kan beschadigen. Daarnaast is de boot standaard voorzien van navigatieverlichting. Het keukenblad van de Zee 21 is erg rijkelijk uitgerust. Zo heeft hij aan de rechterzijde een paneeltje zitten voor de boegschroefbediening. Daarnaast de gashendel. Twee knoppen voor de bilgepomp. Eentje voor de bilgepomp aan de achterzijde en één voor aan de voorzijde. Daarnaast vinden we het motorpaneel. Die geeft de toerental weer en het aantal draaiuren. Hier hebben we de brandstofmeter, de roerstandmeter, zodat je weet hoe het roer onder de boot staat als je weer weg wil varen. En daarnaast zitten de cockpitbediening, met onder andere de klaxon, de blower voor het ventileren van de motorruimte, de navigatieverlichting en de verlichting aan de binnenzijde van de cockpit. Daarnaast hebben we de USB-aansluiting, zodat je altijd je mobiele apparaten kan opladen. De boot heeft ten opzichte van andere boten best wel veel opbergruimte. Zo heeft de boot onder alle banken opbergruimte, maar heeft ook voorin een groot opbergvak en die zit hier. Daar kun je bijvoorbeeld ook een 12 volt koelbox inzetten, want er zit ook een 12 volt koelaansluiting standaard in. En voor dit luik heb je nog een ander luik zitten en daar kan het anker in. In de motorruimte vind je een Yamaha 29 pk diesel. Yamaha motoren staan erom bekend om hun betrouwbaarheid en bij deze zit hij er zelfs standaard in. En hij heeft genoeg ruimte om bijvoorbeeld service uit te voeren, want ik pas er zelfs naast. Dit was de Sloegentender videoblog van deze week. Volgende week zijn we weer terug bij jullie met een nieuwe Sloegentender videoblog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot volgende week. Doei!